Het is geen leuke boodschap op de deur. Het zwembad is gesloten. 2 weken na de feestelijke opening. De medewerkers kunnen de veiligheid voor de zwemmers op dit moment niet garanderen. Hier ging het nog het meest mis. In het bubbelbad kwam een meisje vast te zitten met haar haar. Als je hier zit een heel klein streepje van ongeveer 6, 7 centimeter lang en 2, 3 millimeter breed. En daar heeft het kind met het haar ingezeten. Door dit ene smalle voegje stroomt water naar een controleunit die de waterkwaliteit in de gaten houdt. Medewerkers waren er gelukkig snel bij en hebben het haar van het meisje losgeknipt. Het gaat nu goed met haar. Maar na alle inspanning is de teleurstelling wel erg groot. Wij dachten van, we hebben het gewoon echt super goed voor elkaar. Daar hebben we ons stinkend ons best voor gedaan. Maar als je dan zo'n calamiteit krijgt in een bubbelbad met een meisje die zo'n echt wel vervelende ervaring heeft. En dat je denkt van, jongen, hoeveel risico's hebben we ermee gelopen. Ondanks dat je gewoon ziet dat het zo'n klein plekje is eigenlijk. Het is dat hadden we gewoon niet verwacht. En dan is de teleurstelling echt heel groot dat je nu vandaag, 2 weken later, gewoon dicht moet. De bezoekers moeten het hier naar tevredenheid kunnen zijn, maar ook veilig zijn. En die garantie kan ik dus op dit moment niet afgeven. Er ging nog veel meer mis op het disco-zwemfeestje gisteren. De rookmachine van de DJ liet het brandalarm afgaan. Zoiets kan nog gebeuren, maar ook moesten de medewerkers opvallend vaak pleisters plakken. Mogelijk zitten er nog ergens scherpe randjes of beschadigingen in de verschillende baden. En dat wijten wij aan oneffenheden die bijvoorbeeld op de wanden zitten of op de vloeren zitten. En dat zijn waarschijnlijk restanten cement van het invoegen en het plakken van de tegels. Maar dat weten we niet. Morgen komen hier de aannemers, de onderaannemers en alle andere betrokkenen bij elkaar om te kijken wat de oorzaak is en hoe het zo snel mogelijk opgelost kan worden. Pas als de veiligheid is gegarandeerd, gaat het zwembad weer open. Het kan nog zeker een week duren.